Ja, Tony Villena, komende zondag gaan we in de Kuip afscheid nemen van twee iconen. Van Giovanni van Bronckhorst, de trainer, van Robin van Persie. Mogelijk ook van een derde icoon, want dat ben jij wel als jeugdproduct. Meer dan 200 wedstrijden in de Eredivisie. Veel meegemaakt, veel mooie prijzen gewonnen. Wordt het ook jouw laatste wedstrijd? Dat kan, maar dat is niet zeker. Nee, wat wil jij? Want er wordt een mooie periode afgesloten. En volgens mij, je bent international, je bent wel op een leeftijd. Dat je misschien ook wel om je heen wil kijken. Dat je misschien wel wil weten waar jouw grenzen liggen in het buitenland. Tuurlijk. En ja, ik wil ook een stap maken hogerop naar het buitenland. En ja, dat gaat blijken of dat gaat lukken. En eerst is het bijvoorbeeld dadelijk ook nog de Nations League finale. Hè? Ja, dat zijn allemaal podia waarop je je kan presenteren. Zie je het ook zo, aangezien je die dit jaar niet hebt kunnen laten zien in Europa, in Champions League of Europa League? Ja, tuurlijk. Daar kan je ook laten zien. Maar ik denk dat je bij Feyenoord ook moet laten zien. Dat is niet alleen bij het Nederlandse elftal, maar ook bij Feyenoord. Komende zondag, die afscheidswedstrijd. Laten we eens beginnen met Robin van Persie. Wat voor band heb je met hem opgebouwd? Ja, met Robin heb ik een goede band. Ik ken Robin al een hele tijd en... Goeie gozer en ja, altijd vrolijk ook. Zo in met een grapje. Dus ja, leuke gozer, ja. Ja, hij is kind van de club. Jij bent ook kind van de club. Toen jij jeugdspeler was, ben je volgens mij ook een keer op de foto met hem gegaan, hè? Ja, klopt. Ik zat in de F's en gingen we training kijken bij het eerste. En ja, toen heb ik een foto met hem gemaakt. En ja, paar jaar later stond ik met hem op het veld. Heb je het afgelopen anderhalf jaar ook nog veel van hem geleerd? Jawel, jawel, zeker. Ik denk dat Robin met veel jonge jongens ook bezig is. En hij probeert iedereen gewoon te helpen. En dat is goed. En natuurlijk leer je daarvan. Er wordt ook afscheid genomen van trainer Giovanni van Bronckhorst. Je hebt Koeman meegemaakt, je hebt van Bronckhorst meegemaakt. Ik denk twee goede trainers voor jou, want je hebt met beide een uitstekende band opgebouwd, hè? Ja, zo kan je het wel zien, ja. Ja, met Koeman, die heeft mij laten debuteren. En met Gio heeft mij... weer de kans geven om hem weer te laten spelen. En is hij ook de reden ervan geweest dat je nog zo lang bij Feyenoord bent gebleven? Want in het verleden zijn er wel vaker kansen geweest voor jou om naar het buitenland te gaan. Is dat toch de reden geweest dat je zo lang al aan deze club verbonden bent? Giovanni van Bronckhorst? Ja, ja, eigenlijk wel. Ik denk de tijd toen ik weg wou gaan, heb ik een gesprek gehad met Gio. Heb ik goed gesproken met hem en hij had plannen met mij en... Ja, die zijn ook uitgekomen en dat is alleen maar mooi. En ja, daar wil ik hem nog steeds voor bedanken, voor die kans. Wat heb je ook voetballend van hem geleerd? Hij had veel vertrouwen in je, hè? Je speelde eigenlijk altijd onder hem. Ja, ik in de beginjaren dat ik in het eerst kwam, was ik nog een beetje... Ja, ik liep overal en zo. En ja, daarna ben ik wel gaan richten op gewoon in die positie blijven en vanuit je positie te spelen. En ik denk dat hij mij daar ook mee heeft geholpen en dat is goed gelukt. Jullie hebben even rust nu gehad. Hoe hebben jullie dat ervaren? Een beetje raar, een beetje vreemd dat er twee weken geen competitie was. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, was vreemd, maar ook wel lekker. Even rust, even, even tijd met de familie, vrienden. Dus ja, was goed. En hoe ik het ervaren heb, leuke dingen gedaan. Uitgerust, dus zondag kan ik er weer tegenaan. Ja, maar ik zag je deze week twee keer niet met de groep meetrainen, maar dat zijn geen fysieke zorgen. Nee. Ik had een knietje gehad en dat was een beetje stijf geworden. Maar nu is dat weer helemaal goed en kan ik zondag gewoon spelen. Tot slot, hoe zie jij deze twee wedstrijden nog? Jullie zijn sowieso al derde, maar ik kan me ongetwijfeld voorstellen dat jullie er nog wel wat van willen maken in die twee wedstrijden. Tuurlijk, je wilt alle tweede wedstrijden winnen en zondag de laatste in de Kuip ook. En woensdag tegen Fortuna wil je ook goed afsluiten. En dan kan iedereen goed op vakantie gaan.